Korpschef Brian Isaak stelt dat er in de maand oktober 671 aanhoudingen zijn verricht. Hierbij zijn 381 mensen in verzekering gesteld. De politiebaas sprak eerder op een persconferentie van politie op het hoofdkwartier aan de Duisburglaan. Hij merkt op dat er arrestaties hebben plaatsgevonden van bendes, criminelen en er ook wat onderzoekingen zijn gepleegd die zaken hebben opgehelderd over de criminele wereld. We hebben gezien, de beelden die zijn er op social media, de bendes, de criminele bendes die opereren in bepaalde gebieden, georganiseerd, voorbereid. Onze eenheden zijn dus bezig met het onderzoek, met het zichtbaar maken van hun. En het is een kwestie van tijd voordat zij stuk voor stuk zullen worden ingerekend. Het KPS is op het goede spoor om de criminaliteit in te dammen, meende politietopper. Hij verzekerde de samenleving op het consequent werken op het verbeteren van het veiligheidsgevoel.